Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. We zijn hier bij voetbalvereniging SVME in Eijsden. Dat is het zuidelijkste puntje van Limburg, onder Maastricht. En we zijn hier voor Lucas Houdenberg. Jong Oranje die bereidt zich momenteel voor op de Interland tegen Frankrijk over een paar dagen. Woudenberg traint je met zijn medevoetballers, met zijn teamgenoten. Van Beek, Congelo, Boetius, onder andere van Feyenoord. Maar dat is voor hem niet zo heel speciaal. Hij traint er natuurlijk elke dag mee bij Feyenoord. Sinkgraven, El Ghazi en Kirschner zijn er ook bijvoorbeeld bij van Ajax. Maar Lucas Woudenberg dus ook. Voor het eerst, hij is voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. En kan daarom vanavond niet aanwezig zijn bij het sportgala in Boskoop. Maar ja, wij weten inmiddels dat hij heeft gewonnen. Hij weet nog van niks. Ik heb een koker bij me. Daar zit de prijs in. En we gaan hem vertellen dat hij heeft gewonnen. Eerste keer Jong Oranje, hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk genieten. Al een aantal keer natuurlijk eerder bij Nederlandse elftallen gezeten van je leeftijd. En nu eerste keer opgeroepen voor het echte Jong Oranje. Dus dat is mooi natuurlijk. Speciaal? Ja, altijd natuurlijk. De meeste jongens hebben natuurlijk altijd al meegespeeld in de andere elftallen. En nu weer een stapje hoger, dus dat is alleen maar leuk. We zijn vanuit Alphen hier naartoe gekomen. Heeft te maken met het sportgala, want jij bent er niet bij, zaterdag. Had jij verwacht dat je genomineerd zou worden eigenlijk? Nee, niet speciaal verwacht, maar ik was natuurlijk al een keer eerder genomineerd, terwijl ik niet gewonnen dan, sporttalent. En nu sportman. Ja, vorig jaar natuurlijk een mooi jaar gehad met Excelsior. En we hebben debuut gemaakt tegen Standard Luik bij Feyenoord. Dus ja, is natuurlijk leuk en als je dan genomineerd wordt, ja, is dat mooi. Denk je dat je weer je kans maakt op die prijs? Er is een bokser genomineerd, Remco Hofstede, tweede van Nederland. En ook Kramer Zeilen, tweede van de wereld. En Lucas Woudenberg gepromoveerd met Excelsior. Wie denk je dat hij gaat winnen? Ja, goede vraag. Dat gaan we zien. Hè? Nou, het zijn natuurlijk allemaal sporters die op hun individuele sport of hun manier van sport allemaal goed zijn. Dus wie er ook wint, ik denk dat iedereen al in het zonnetje is gezet door de nominatie. Nou, dit wordt in de zaal vertoond. Ik heb hier wat bij me. Als je dit eruit haalt, dan zie je wie er gewonnen heeft. Okay. Maar gaan we eens even kijken. Staat het, hè? Gefeliciteerd. Sportman van het jaar, Lucas Woudenberg. Ja, dat is een mooie verrassing, hè? Daarom kwamen jullie natuurlijk helemaal hier naartoe. Ja, Johan, en dat is vanuit Alphen naar Eijsden. Onder Maastricht. Had je er ooit van gehoord, van Eijsden? Nee, nog nooit. Dus 2 uur hier naartoe rijden. Ik denk dat moet het wel iets speciaals zijn. Maar ja, het is natuurlijk leuk. Genieten en ja, dat zijn mooie dingen. De echte prijs die wordt op het podium door je familie in ontvangst genomen. Nu ben je sportman van het jaar geworden. Dat is normaal gesproken als je op de top van je carrière bent. Jij zit eigenlijk nog aan het begin van je carrière. Ja, zeker. Natuurlijk heel lang in de jeugd gespeeld bij Feyenoord en nu dan vast bij het eerste van Feyenoord. En ja, wat je zegt, nu begint het eigenlijk pas en ja, het wordt ook steeds leuker natuurlijk, steeds hoger op. En ja, kwestie van hard blijven werken en zo doorgaan en dan moet het goed komen. Je bent er niet bij in Boskoop, want je bereidt je voor met Jong Oranje op de Interland tegen Frankrijk over een paar dagen. De zaal zit naar je te kijken. Wil je nog wat tegen hen zeggen? Ja. Lieve mensen, hele fijne avond daar en ja, dat moet er goed komen. Ik ga hier mijn best doen en ja, succes jullie allemaal.